Vorige keer bij onze vrienden van Baklab. Tom die was genomineerd voor Eindhoven Cultuurprijs. En toen stuurde hij eigenlijk iemand anders op dan zichzelf. Want hij vindt het belangrijk om het spannend te doen en zo. En toen, maar toen kwamen ze erachter dat er helemaal geen sponsor was voor de prijs. Dus hij helemaal flippen. En toen wist Wessel toevallig precies wie hij moest bellen. Ja. En toen was het opgelost omdat Mike Weerts heeft connectie, snapte. Dus hij allemaal winnen en zo. Allemaal happy peppy, allemaal in een gare toespraak geven. En toen zei de nieuwe burgemeester Dijsselbloem, dan benoemen we gewoon de stad naar jou hier. Alsjeblieft, goed gedaan jongen. En dat was een oké dag. Reactie aan de lijn, Karen uit Tongeren. Karen, wat vinden we hiervan? Ik snap hier echt helemaal niks van gewoon. Wat snap je er niet aan? Ja, ik snap gewoon niet hoe hij dit kan doen. Hij is gewoon pas net aangesteld en hoe heeft hij er ooit door kunnen komen? Maar denk je niet dat het tijd was om de stad bijvoorbeeld in een nieuw jasje te gieten? Nee, zeker niet. In ieder geval niet op deze manier. We hebben al zoveel problemen. Wat denk je van personeelstekort en dan ook maar niet om het te hebben over die huisjesmelkers die iedereen op straat zetten? Nou, die man van Stralen, weet wel. Ja, nu zijn we de hele woning. What the fuck man, het is echt fucking koud. Heb je iets van een jas of zo? Een achterbak. Oké. Ja, en dan gaan ze lekker al dat geld pompen in die naam. Ja. Terwijl iedereen hier op straat staat. En ik ook weer, voor de vijfde keer. En dat komt dus allemaal door die huisjesmelkers. En dat is dus heel het probleem. En dan gaan ze dat geld daaraan geven. En dat moet je gewoon niet doen. Maar slaat nergens op. Die Karen, de woningcrisis is in principe eigenlijk niet alleen te wijten aan Valstralen. Het is een complexer idee dan dat. Ja, maar ze helpen in ieder geval ook aan mee gewoon. Nou, Karen, ik denk niet dat we eruit gaan komen. We gaan door naar wat muziek. We gaan luisteren naar Eindhoven's eigen The Hobo Jobo's met het Krabbenbied. Studio. Zo zin in. Mensen met een tot die uit. Ja, hier is die. Hier is die. Wat zit eten? Zo. Kom maar. Doe even zo. Pas op. Doe me daarop. Kom maar erop. Ja. Meer. Lekker. Oké. Nee, niet zo groot. Niet zo'n groot stuk. Als mij is er. Kijk.
Van Stralen? Spreek ik hier met de melker? Wat motte? Sorry, nee, het is Tom. Tom Elswijk. Ja, ik kom mijn huurachterstand betalen. Cash. Zet het geld maar op terrein. Oké. Okay. Wessel. Wat is er aan de hand? Is er iets met de auto of zo? Denk dat jij de enige bent die mij in mijn nek loopt te eigen om geld? Deze mensen, daar moet je niet mee fucken, man. Die zijn lijper dan je denkt. Zonder mij had je die prijs sowieso nooit gewonnen, jongen. Ik krijg het geld. Ja, niet dit geld. Dit geld is voor. Pak het dus voor. Maat, waar ben jij? Maat, hey, ik sta net aan bochten verwisselen bij Aalst, weet je wel? Komt er een BMW komt voorbij gereden, die flikkert er aan, ja, weet ik veel, een award of zo? Blijkt goud te zijn. Hey, ik heb 5k hier in mijn handen. Ben je al op straat, hem? Maat, ik kom daar nu heen, bel chef, weet ik veel, haal 3, 4? 5. Maat, ik heb het geld, ik kom er nu aan. Woehoe! Ik ga naar de hoeren. Wie gaat naar de hoeren? Ik ga naar de hoeren. Hoe,